Het is wie? Het is Timmy! Hey, hoe is het? Bartje Goud, ik heb het al gezien. Nou, we gaan aansluiten bij het Golden Team. Dream Team. Met een beetje geluk gaat hij misschien nog een beetje zingen. Een dummy eruit. Dat heb ik nog nooit eruit getrokken, zeg. Wat heb je, een dummy? Ja. En ik heb een echte. Hé, hey, die is cool. Oh, hij heeft ook een echte. Ja, ja. Super. Dus we hebben nou 3 telefoons. Ja. Ik kom 10 minuten aan en we hebben gelijk 3 telefoons. Jongen. Een Glennie Telly. Ja. Wow. Nou, dat doet hij niet meer hoor. Doet hij het niet meer? Nee, niet. Ah. Nou, dat doet het echt niet. Mijn nieuwe telefoon. Hey, dat is wel leuk. Die van jou, die... wat staat erop? Maak kennis met de BlackBerry Q10. Nou, dat is het. Nou, we hebben kennis gemaakt met de BlackBerry Q10. Ja. Dat is leuk. Mooi, hè? Dat is nog in de tijd van, hoe heet dat? Pingen, toch? Ja. Pingen. Ping, ping. Ping, ping. Gaan we nou meteen allemaal filmen? Kijk, ik heb toch nog weer een bovensleden van een pistool. Ja, het is een Walther PKK. Walther PKK? Dat denk ik wel. Oh, fantastisch. Papa. Ja. Hey. De schatten van Amsterdam. Die Gijs, joh. 150 cc. Gijs zegt altijd, ik ben gek op mossels. Nou, dat bewijst me weer dat het waar is. Vooral natte mossels. Nou, dit zijn natte mossels. Klopje. Ah, dankjewel, vriend. Jij bent echt het goeiste. Ik zeg, we gaan met Glenn weg. Ik heb al gehad van hem. Nou. De kluis was in zicht, alleen hij is weer gevallen. Dus we laten Gijs even het werk opknappen. Toch? Ja, zo hoort het toch? Zo hoort het. Gijs mee, toch? En dan mag jij de inhoud hebben, Gijs. Ja. Ik ga er ook wat voor. Is die open of is die dicht? Hij is dicht. Hij is dicht. Ja, en komt er ook nog een mooie bord uit, ons dorp. Wat staat er nou? Blomwijkerspad. Oh, Blomwijkerspad. We staan nu op het Blomwijkerspad. In Oostdorp. In Oostdorp, Amsterdam. En we trekken er een geldkistje uit. Die misschien vol zit. Die moeten we eens mee open. Hij ligt er wel al een paar jaar. Ja. Ja, zet hem even op zijn kant. Ja. Oh, gooi hem even gewoon op de kant. Er zit een sieradenkistje in. Oh, kijk eens. Zo, expert. Met één hand. Nou, Glenn. Kijk wat dat doen. Ga eens aan de kant. Oh. Hey, yes. Helemaal vol met allemaal snuisterijen. Hey, we kunnen pinnen. Yes. Ja, ja. Kijk, je handen zijn heel mooi. Ik ken de andere kant van je hand is. Andere kant. Oh. Dit is ABN AMRO. Rabobank. Nog eentje van de Rabo. Kikken jongens. Wat is er? Ja, mooi knopje man. Ik denk dat je even naar huis. Nee, dat gaat niet lukken. Ik zit vast. Als ik met jullie op pad ga, dan doe ik alles verzegeld. En komt er de zwarte handen. Oh nee joh. Dit is geen scooter hoor. Nee hè? Daar had ik hem ook al vooraf gekregen. Kijk, dit is nog echt een ouderwetse Smokey and the Bandit. Beetje draaien, beetje koptelefoontje tegen de deur aan. En in één keer klik. Maar ja, dat is het Wild Westen verhaal. Maar in het echt is het alleen maar een deur. Bij gebrek aan andere dingen heb je een grondel. Hij lijkt op die ene vis van SpongeBob. Hoe heet die vis ook alweer? Nou ja, het is een grondel. Ja. Leuk. Kikken. Ga hem terugzetten? Ja, zeker weten. Oh, oh ja. Dat doen we niet. Kijk, daar gaat hij. Netjes terug in het water. Betaamt een goede visser. Maar je bent wel in overtreding. Of heb je een nationale vispas? Ik heb een vispas. Oh, je hebt een vispas. Oh, dan is het goed.
Weet je wat het nou het leuke is? Ik pak er een knaak uit. Hij is niks meer waard. En dit is een... Oh, het is Juliana. Ja, dan klopt het wel. Een Juliana knaak. Alleen, hij is verzilverd. Normaal dacht ik dat die dingen van nikkel waren. Maar deze is koper. Koper, ja. Koperkleurig onder de zilver. Dus dan is het of het een replica of een speciale uitgave. Of ik weet het niet. Laten we de tweede open dan worden. Ja. Hey! Weer eentje uit bikinibroek. Ja. We gaan voor de... 8000 likes. 8000 likes? Ja. Dus zoveel volgers heeft papa niet eens. Oh jawel, nu wel. Abonneren moeten ze. Alles voor de views. Draaitrek, kijk wat die draaitrek. Ja, dit is zo, echt heel dit oud. Is echt een hele oude. Zo. Die is echt heel vet. Pap, oh, hij is te licht. Dat moet je echt schoonmaken. Rot op met je, hij is te licht. Ja, hij is een aansteker. Ja. Hij is wel heel vet. Papa, zo. Nu? Wat nu? Wat nu? Nou, nu niks. Kijk hier, nou, kijk hier, er zit een oog. Dit is een oude man. Er zit een oogje. Oh nee, dat is de haan. Kijk, deze hier achter. Dit is een ladykiller, een oudje. Ja, een oudje. Een hoerenpistool. Russian mafia. Nee, dat is geen alarm. Dat is wel een echte. Dat is een arm. Ja, dat is een echte. Hier moet ik heel voorzichtig mee doen. Pap, moet je schoonmaken, man. Ja, die is joh. Mooie mes gevonden net in het water. Staat erop. Staat een merkje op. Redstone. Maar je hoeft niet eens. Het is zo'n goed merk. Je hoeft. Doe hem er eens in. Kijk, dan staat het er ook al. Oh ja, dat is mooi. Kijk. Super deluxe. Echt hè. Toppie. Dan kan jij je appeltje weer schillen. Heerlijk. Jammer dan wel even. Nee, hey, ik heb genoeg gezongen. Nee. Ik heb genoeg gezongen. Eén liedje voor op de Toy Soldier. Heb je nog nooit gedaan met de Toy Soldier? Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen, al ben ik van de kaart. Jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Bartje Goud. Super Bart. Dit was hem weer voor vandaag, hè? Dat was hem voor vandaag. Jij bent de winnende. Ja, ik ben wel blij. Ik was blij met mijn eerste gun, maar die van jou die trof wel alles. Ja, dat, we moeten even kijken hoe die eruit komt te zien, hè? Bartje Goud, bedankt voor je... Ja, het was gezellig, man. Gezelligheid en je zangkunst. Klaar. En wat zeggen we dan? Dan? Abonneer en like. Ja, ja, oh, wil jij erin? Ja. Abonneer en like. Ja, abonneer en like. En als je dat niet doet, dan heb je pech. Ja, ja, dan heb ik pech. En voor de hoeveel likes gaan we? 8000. 8000 likes? Lijkt me een goed idee.